Ik ben Bo en super leuk dat jij kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag ben ik hier niet alleen, maar ben ik samen met Maartje. En wij gaan vandaag een hele leuke challenge doen. Ben je nou benieuwd wat voor challenge wij gaan doen? Blijf dan zeker weten even kijken. Wij hebben hier een Mario Kart collector. En het is een hele mooie collector met allemaal leuke kleurtjes. En hierin zitten Mario Kart coins in allerlei kleuren. Met allemaal verschillende Mario Kart icoontjes erop. Zoals je ziet zijn er super veel verschillende kleurtjes en er zijn 24 verschillende Mario Kart coins te sparen. Elke Mario Kart coin heeft een ander kleur rubbertje, dus je hebt een blauwe, een rode, een groene, een oranje, allemaal leuke kleuren. En op elke staat ook een Mario Kart icoontje. Zo staat op deze Daisy, dat is dus een Mario Kart speler. Je kan de coins nu sparen bij de Plus en bij elke 15 euro een boodschap ontvang je 1 coin. Dus ga zeker weten aan de slag en ga ze sparen! Je kan natuurlijk super leuke Mario Kart coins sparen en daarbij kun je deze leuke collector kopen. Deze is voor 2,50 bij de Plus, daardoor kun je ze allemaal bewaren en raak je ze niet kwijt. Super handig, want anders liggen al deze Mario Kart coins door je hele huis heen en dat wil je niet. Nee. Vandaag gaan wij een hele leuke challenge doen met alle Mario Kart coins. Ben je nou benieuwd? Doe dan zeker weten een duimpje omhoog, vergeet onder niet te abonneren en veel plezier met kijken. Let's go! Ook gaan we aan het einde van de video laten zien hoe je een hele leuke muesli kan maken met de Mario Kart coins. Blijf zeker kijken, dan gaan wij nu beginnen met de challenge. Trick nummer 1. Voor de eerste trick zijn we naar buiten gegaan en zijn we naar een bos gegaan waar je 5 paaltjes hebt. Deze lopen op van hoogte en ze beginnen het laagste en ze gaan steeds hoger. Per paaltje heb je 5 Mario Kart coins, dus je hebt ook 5 pogingen om het te gooien. Nu denk je misschien, ja, maar hoezo gooien? Nou, op het paaltje staat een emmer en het is dus de bedoeling dat jij je Mario Kart coin in de emmer gooit. Stel je bent bij paaltje 1 en je hebt deze dus gehaald, dus je hebt hem bij paaltje 1 in de emmer gegooid. Dan krijg jij 1 punt. Als je dus paaltje 1 overleefd hebt, ga je door naar paaltje nummer 2. En als je deze ook haalt en je gooit hem hier ook binnen 5 pogingen in de emmer, heb je 2 punten. En zo ga je door en kan je in totaal 5 punten halen. Ik ben heel benieuwd hoe we het gaan doen. Zullen wij naar buiten gaan? Ja. Let's go. We staan nu buiten en we zijn ready voor trick 1. We hebben hier dus 5 paaltjes. Dus je krijgt ook per paaltje 5 kansen. Oftewel dus 5 Mario Kart coins. Jij krijgt er 5. En ik heb er ook 5. Laten we snel gaan beginnen. Let's go. Het is weer de blauwe. Je hebt nu al 2 keer de blauwe erin gegooid. Dat is mijn lieveling. Laat even de coin zien. Kijk, dit is tot. Dit is mijn lievelings. Ik ben bij de derde ronde afgegaan, dus nu is de beurt aan Bo. En hoeveel punten heb je behaald? 2. Nu al. En deze, yes. Deze brengt mij geluk. Dit is een green shell. Deze brengt mij geluk. Ik ken dit nog van Mario Kart van vroeger. Deze brengt mij geluk. We gaan door naar ronde nummer 2. Dit is niet eerlijk. Gewoon alle zo close, zo close. Maar ja, helaas, Maartje heeft deze ronde gewonnen. Wij zijn weer binnen en helaas was dit voor mij niet zo'n succesvolle trick, want ik heb maar 1 punt behaald. Hoeveel punten heb jij behaald? Ik heb 2 punten behaald en daarmee heb ik gewonnen. Jammer, maar we hebben nog 2 tricks te gaan, dus we gaan snel door naar de volgende trick. Trick nummer 2. Bij trick nummer 2 gaan wij een vangspel doen, of eigenlijk een gooispel, het is maar net hoe jij het wilt noemen. Eén van ons gaat zometeen met de rug toe naar de ander staan. En heeft hoeveel pogingen om te gooien? Je hebt 10 pogingen om te gooien en je moet achteruit gooien in de emmer. Nu denk je misschien, ach, dat is makkelijk. Nou, we hebben het net even geprobeerd en het was best wel moeilijk. Laten we naar buiten gaan en de challenge uitvoeren. We gaan nu trick nummer 2 doen. We krijgen allebei 10 Mario Kart coins. En de ander moet het muntje dus gaan opvangen. En per geraakt muntje in de emmer krijg je 1 punt. Zo, let's go! Maar
Maartje heeft er maar eentje raak gegooid. Dus dat is heel erg jammer. Ik hoop dat ik het beter kan. Laten we snel beginnen. Dames en heren, ik heb er gewoon drie. Ik heb drie Mario Kart coins. Eén met een zwart rubbertje en twee met een blauw rubbertje. Maar, kijk, deze die brengt heb ik ook erin gegooid. En ik ook al bij de voorafdracht. Ja. Oh, dit is onze geluks. Dit is onze geluks Mario Kart coin. We gaan snel door naar de volgende trick. Ja. Yes! We zijn weer terug. En deze keer was voor mij een hele geslaagde ronde. Want ik heb maar liefst 3 punten gehaald, want ik heb 3 keer Mario Kart coin in de emmer gegooid. Hoeveel punten heb jij behaald? Ik heb maar 1 punt behaald. Ik heb maar eentje in kunnen gooien. Jammer. Ik heb trick nummer 2 gewonnen. En dat houdt ook in dat de tussenstand aardig is veranderd. Want ik heb op dit moment 4 punten en jij hebt? En ik heb 3 punten. Nu sta ik 1 punt voor, dus je kan makkelijk nog winnen in de laatste ronde. Maar ik sta toch even voor. We gaan snel door naar de laatste trick, dus let's go. Trick nummer 3. Bij trick nummer 3 is het heel erg belangrijk dat jij goed evenwicht kan houden met je voeten en dat jij goed kan vangen en snel kan reageren. De bedoeling bij deze challenge is dat je een Mario Kart coin op je voet legt en deze opgooit en er vervolgens vangt met je hand. Nu denk je misschien bij 1 coin lukt dat nog wel, maar we gaan opbouwen en gaan steeds hoger in niveau. Lukt ronde 1 en overleef je dit en vang je dus de coin, dan krijg je 1 punt. Maar dan ga je door naar ronde nummer 2, dus krijg je 2 coins op je voeten. Overleef je dit ook en vang je ze allebei, krijg je 2 punten. Dan ga je naar ronde nummer 3 en zo gaan we door. Je hebt per ronde 3 kansen en omdat de laatste trick is, kun je elke ronde punt verdienen. Dit houdt in dat de hele tussenstand nog kan veranderen, dus ik ben heel erg benieuwd. Laten we snel gaan beginnen met trick nummer 3. We hebben hier de Mario Kart coins en wij zijn ready voor trick nummer 3. Per ronde krijg je er 1 Mario Kart coin bij en moet je dus eentje extra vangen via je voet. Ben jij ready? Ja, ik ook. Zeker. Yes! Ronde 1. Ga ik het met 2 proberen en ik heb hier Donkey Kong en Daisy. Dus hopelijk gaan ze me geluk brengen. Ik heb per ronde heb ik 3 kansen, dus ik ga het nu gewoon proberen. Dit is je laatste poging, Maart. Ik hoop dat het gaat lukken. Ja. Oké. Ik heb bij ronde 1 1 punt behaald en bij ronde 2 2 punten. Dus ik heb in totaal 3 punten en nu is het boos weer. 1 en ik heb Koopa Troopa. Ronde 2. Ronde 3. Ronde nummer 4. Helaas heb ik de 4e ronde gefaald, maar alsnog heb ik heel veel punten verdiend. In de eerste ronde heb ik namelijk 1 punt verdiend, in de tweede ronde 2 punten. En in de derde ronde heb ik 3 punten verdiend. Dus in totaal heb ik 6 punten verdiend. Yes! Wow, wij zijn weer terug. En helaas de tussenstand niet veranderd. Of in ieder geval helaas voor Maartje, niet helaas voor mij. Want ik heb gewonnen. Ik heb namelijk deze ronde gewoon 6 punten verdiend. Dat is superveel. Ik ben er heel erg blij mee. Hoeveel punten heb jij verdiend? Ik heb 3 punten verdiend. Daarmee heb ik wel helaas verloren. Ik heb in totaal 10 punten behaald. En jij? En ik in totaal 6. En dat betekent dat ik de winnaar ben van de Mario Kart Coins Challenge! Dit was alweer de challenge, maar dat houdt niet in dat de video is afgelopen. Want wij gaan nu nog een hele leuke slow motion musical.ly maken. En dat gaan we jullie laten zien. Dus laten we snel doorgaan naar de musical.ly. Wij zijn klaar om de musical.ly op te nemen. Mijn telefoon staat op het statief. En jullie kunnen straks via een schermopname meekijken op mijn telefoon. We hebben het liedje in het middel uitgekozen. En wij gaan nu een musical.ly opnemen. We gaan beginnen met een basic stukje en als eerst gaan we gewoon beginnen met lipsynken. Gaan we een beetje de collector laten zien en op een gegeven moment maken wij het beeld zwart met Mario Kart coins en dan gaan we verder filmen. Yes, het eerste deel van onze musical.ly is gelukt. Laten we nu doorgaan naar het tweede deel.
liedje en daar zingen ze niks, maar het is nu maar... Dus dit. Daar gaan wij een stukje doen met transition, oftewel hele leuke bewegingen. Als eerst gaat één van ons zo meteen voor de camera staan en die maakt hem weer niet zwart met een coin. Die gaat weg. En dan vervolgens komt de ander in beeld. En dat kan je doen door te filmen in leefs, want leefs film je heel snel. En dan filmen we weer een stukje in snel. Jullie gaan het zo meteen allemaal zien. We gaan het gewoon proberen, denk ik. Ja. Mijn deel is geklaard, nu mag Maartje. En Maartje filmt eerst in leef dat ze het beeld inkomt en daarna filmt ze in snel. Ja. En dan moet je precies zo blijven staan. 3, 2, 1. En dan nu zo meteen je kontje voor de camera. Laat zien voor de camera. Yes, ons tweede deel is ook gelukt. We gaan nu door naar de slow-mo beelden. We gaan nu beginnen met de slow-mo beelden. En ik ga zo meteen als eerst beginnen. Ik haal mijn coin voor de camera weg en ik film het in snel. En dan zetten we hem over naar traag en gooi ik de coins in de lucht. Dan plakken we daartussen gewoon een zwart beeldje. En dat kan je heel gemakkelijk doen door je hand op de camera te houden en even in leefs 1 seconde of zo te filmen. Dan doet Maarten precies hetzelfde. Die haalt in snel de coin van de camera vandaan, filmt in traag, doen we weer een zwart beeld. En op het einde zie je ons samen de coins in de lucht gooien. Dat wordt het idee. Nu snap je het misschien nog niet. Zometeen wordt het je wel duidelijk. Dan gooi ik ze nu in de lucht. 3, 2, 1. Yes. We gaan nu een zwart beeldje ertussen plakken, want mijn slow motion is gelukt. En dat zwarte beeldje doen we als overgang naar die van Maartje. We hebben hier een zwarte sok en deze gaan we voor de camera doen en dan filmen we 1 seconde in leefs. Dat is wel goed. Ja. Ja. 3, 2, 1. Dat is leuk. Maakt hij ons ook gelukt. We gaan nu door naar het laatste slow-mo beeld. We gaan hem weer zwart maken met de sok. En dan daarna zie je ons samen in beeld en gaan we de coins in de lucht gooien of naar de camera toe gooien. We gaan nog even kijken. We gaan nu het laatste slow-mo beeld van ons samen opnemen. En we gaan een beetje rondjes draaien, vangen. We zien het allemaal wel. Kijken? Echt benieuwd. De muscle is klaar en hij is super leuk geworden. Kijk maar even mee. Wij vinden de muscle zeker weten geslaagd. Helaas is dit dan wel weer het einde van de video. Ik kom even de video onderbreken, want ik heb superleuk nieuws. Ik heb namelijk de winactieuitslag van de Nintendo Switch winactie op mijn Instagram. Er zijn superveel mensen geweest die hele leuke video's hebben ingestuurd op de Plus website met daarin hun Mario Kart Coin Tricks. Het was daarom ook heel erg moeilijk kiezen, maar iedereen heeft heel goed zijn best gedaan. De winnaar van de Nintendo Switch is Levi! Levi, heel erg gefeliciteerd. Plus neem zo snel mogelijk contact met je op. En dan komt de Nintendo Switch jouw kant op. Ik wil iedereen heel erg bedanken voor het meedoen. Dan gaan we nu weer terug naar de video. Dan was het weer de challenge en de musical tutorial. En vond je het leuk? Doe dan zeker weten een duimpje omhoog. Vergeet hieronder ook niet te abonneren. En wij gaan nog even bezig met de Mario Kart coins. Vergeet zeker weten ook niet te sparen bij de Plus. En haal natuurlijk de leuke collector. Want dat is super leuk om later als aanwinst te bewaren. Wij willen jullie bedanken voor het kijken. Wij gaan dus nog even bezig met de Mario Kart coins. En tot de volgende keer. Doei doei! Doeg!